Dag lieve vriendinnen, ik ben vandaag in Amsterdam en ik ga het gesprek aan met eindelijk die neuroloog. Chris van der Linden ga ik spreken en ik hoop dat hij me wat meer kan vertellen over medische gevolgen rondom het drugsgebruik. In zowel de positieve zin als de negatieve zin. Chris van der Linden is een bekende dokter, woont en werkt in België. Je hebt hem kunnen zien bij Top Doctors als een van de specialisten en in de slimste mens. Daarnaast weet Chris alles over Parkinson, want dat is zijn specialisatie. Mijn doel van dit interview is toch om te achterhalen welke drugs wel verantwoordelijk zijn om te nemen, die je gewoon gezellig kan nemen op een avond en waar je ver van uit zijn buurt moet blijven. Ook ben ik benieuwd wat drugs allemaal met je hersenen kan doen. Het zal wel heel veel informatie zijn, maar ik ben er helemaal klaar voor. Chris, dankjewel dat ik hier mag komen. Graag gedaan, met veel plezier. Kan je iets over jezelf vertellen, wat je doet? Ja, ik ben neuroloog, afkomstig uit Nederland, maar werkzaam in België al 30 jaar. Ja. Via omwegen ben ik in België terechtgekomen. En ik hou me vooral bezig met bewegingsstoornissen, de ziekte van Parkinson. Ja. Een zijspoor daarvan bij die ziekte van Parkinson is dat er groepen Parkinson-patiënten zijn die verslaafd kunnen raken onder invloed van medicatie en daarom ook mijn interesse voor verslaving. Wat is jouw persoonlijke mening tot betrekking tot drugs? Nou, dat is een heel ruim begrip, drugs. Wat zijn drugs? Ja. Drugs kunnen we definiëren als die stoffen die illegaal zijn en die worden gebruikt recreationeel, om daar een beetje plezier mee te hebben. Maar drugs kan je ook zien als bijvoorbeeld bepaalde medicaties die verslavend kunnen zijn, slaappillen. Ja. Je kan alcohol als een drug zien, je kan nicotine als een drug zien, maar ook koffie kan ook een verslavende drug zijn. Maar het wordt pas een probleem als een drug het leven van jezelf en van anderen gaat verwoesten. Ja. Dus het gebruik van een drug hoeft geen probleem te zijn als je daar verder mee lang kan doorleven. Ja, want word je nou verslaafd geboren of kan je... Nou, er zijn verschillende factoren die daarbij een rol spelen. Iedereen heeft een brein met een beloningsorgaantje in de hersens. Dat beloningsorgaantje zit hier. En die wordt gestuurd door dopamine. En dopamine is het stofje wat jou gelukzalig maakt. Maar niet alleen als je een drug gebruikt, maar ook als je goede muziek hoort. Ja. Als je goede seks hebt, dan wordt dat beloningsorgaantje wordt actief. En dat is prima als het binnen een bepaalde kader gebeurt, maar als dat overactief wordt en je hebt steeds meer behoefte om bepaalde stoffen tot je te nemen die schadelijk voor je zijn, dan heb ik het over alcohol, cocaïne, cannabis, dan wordt het een probleem. En dan kan het beloningsorgaantje niet meer gecontroleerd worden. Want hoe wordt dat beloningsorgaantje gecontroleerd? Dat kan ik je even hier laten zien. Die wordt geremd door het voorste deel van je hersens. Ja. Dat voorste deel zorgt ervoor, dat heb je geleerd tijdens je jeugdjaren, om je impulsen af te remmen. Ja. En niet alleen de impulsen voor agressie, maar ook de impulsen voor slechte dingen, slechte chemische stoffen. En dat deel, als je dat goed kan controleren en je kan daarmee je beloningsorgaantje afremmen, nou, dan heb je in ieder geval minder kans op verslaving. Maar dat is niet altijd makkelijk, want sommige stoffen die maken dat kapot. Waardoor je met dat voorste deel niet meer het beloningsorgaantje kan afremmen. Heb je dat toch dan degelijk wel zelf in de hand dat je verslaafd wordt? Of zeg je van, bij de ene is die verslavingsgevoeligheid is zo dusdanig meer dan een ander? Dan... Dat brein wordt gevormd en wordt beïnvloed door allerlei omgevingsfactoren. Je jeugdjaren spelen daarmee een rol, of je iets trauma hebt meegemaakt, of je in een milieu bent opgegroeid waar al drugs werden gebruikt, wat je dan later nog op latere leeftijd meemaakt, speelt allemaal een rol. Geen enkel verwijt aan niemand die verslaafd is. En voor de ene is dat ietsje meer uitgesproken dan voor de ander, maar we weten niet wie er wel of niet verslaafd gaat raken aan bepaalde drugs. Nee, dat kan je dus niet, zien in een scan of niks. Misschien in de toekomst zouden we dat kunnen gaan bepalen met een scan. Ja, dat zou kunnen, ja. Inderdaad, dat is wel mogelijk. Met PET-scans kan je in de toekomst kan je wel zien of dat orgaantje, of dat voorste deel van het brein dit gedeelte. Of het handig is dat jij elke week je neus vol poedert.
kan je dat zien van nou, bij jou zou ik het niet aanraden, bij jou is het geen probleem. Ja, het is natuurlijk sowieso aan niemand aan te raden om aan drugs te beginnen. Maar als het dan eenmaal toch gebruikt wordt, dan kunnen we het toch niet tegenhouden. Het is maar beter dat we de drugs gaan legaliseren en meer controle kunnen uitoefenen erover. Maar waar het meest belangrijk is, dat al die drugs, en dan hebben we het niet alleen over cocaïne, maar ook over de alcohol en de sigaret, noem maar op, die moeten in de jeugdjaren worden afgeremd. Het gebruik daarvan in de jeugdjaren moet gestopt worden. En dat is heel moeilijk, want de 14, 15-jarigen die krijgen van de papa en mama krijgen ze al een glaasje drank. Ja. Of die papa en mama die ook wel een klein drukje gebruikt en de kinderen die dat bij de ouders zien. Voordat we nog meer de diepte ingaan, heb ik een paar stellingen. Iedere dag een wijntje of één keer per week een lijntje koken? De meeste mensen die zijn makkelijker verslaafd aan het raken aan cocaïne dan aan alcohol. Aan alcohol. En alcohol is ietsje, als het één keer per dag een glaasje wijn is, is misschien toch wel iets minder schadelijk dan een lijntje koken per week. Eén keer in de maand een ecstasypil of ieder weekend van God los? Ja, dan is misschien toch één keer per maand een MDMA, want ecstasy is MDMA, is een goed bestudeerd product. Dus één keer per maand een MDMA, zonder dat je alcohol aanraakt, veel is beter. Gezonder dan gebruik van alcohol. Liever ecstasy halen bij de apotheek dan bij een onbekende dealer? Dat is een retorische vraag uiteraard. Je weet dat het antwoord gaat zijn bij de apotheek. Ja. Het product is gebestudeerd in de westerse wereld, ook in Nederland. Heeft het een positieve invloed op mensen die bijvoorbeeld posttraumatische stressdisorder hebben. Mensen met fysieke trauma's in het verleden of psychische trauma's. Werkt MDMA helend. En ik denk dat in de Verenigde Staten dat niet zo lang gaat duren. Dat het dan op de markt komt als een voorgeschreven geneesmiddel. We weten dus dat drugs natuurlijk schadelijk kan zijn. Maar over alcohol is natuurlijk heel erg gelegaliseerd. Dat is gewoon, dat kan je op elke hoek van de straat drinken. Maar als je er statistieken bij pakt, dan is het toch wel schadelijk. Helemaal juist. En het probleem is dat we lezen in de krant als er iemand sterft aan een overdosis aan drugs. Maar we lezen niet in de krant dat er om de zoveel tijd, per dag, om het uur, iemand sterft aan het chronisch gebruik van alcohol. He? En mensen die sterven aan de effecten van tabak. Dat lezen we niet. Eigenlijk zouden we in de krant moeten die statistiek gewoon ook moeten publiceren. En niet alleen van het illegale drukje wat gebruikt wordt. Nee. Maar goed, wat ik zei, als we het over de schade hebben van drugs, dan moeten we die gaan onderverdelen. En dan moeten we elk druk afzonderlijk gaan bespreken. Ja. En we moeten dus geen algemeen woord voor al die stoffen gebruiken. Blijf erop hameren dat illegale drugs moeten worden gelegaliseerd en gecontroleerd. En dan weten we tenminste wat erin zit. Want we kunnen toch niet tegenhouden dat mensen het gaan gebruiken. Dat kunnen we gewoon niet tegenhouden. Nee. Dan maar legaliseren. Maar wat doet alcohol nog meer? Als je alcohol drinkt en je drinkt 2-3 glazen, dan gaat ook jouw bewustzijn veranderen. Dat wil zeggen dat jouw criteria om een andere drug te pakken gaat verminderen. De drempel om dat te nemen gaat verlagen. Dus je krijgt met alcohol, ga je zeggen, ja, nou, je beoordelingsvermogen wordt anders. Misschien dat ene lijntje kan ik er wel bij pakken of ik zou een pilletje kunnen pakken. En dat is ook de grote schade van alcohol. Voor mij is dat inderdaad heel gevaarlijk, want ik zou snel overstag gaan en ja, die lijn pakken, denk ik. Maar naast dat, hoe slecht is nou een lijntje cocaïne? Zo'n één lijntje coke kan één kwaad, maar het grote probleem is dat coke zelf, die werkt op dat orgaantje en die beïnvloedt dat. Dus je gaat op een gegeven moment meer nemen. Dus eerst alleen coke. Geen enkel probleem, hè? Voor niemand. Maar dan ben je vertrokken. Dan gaat het fout. Want dan is het. Dan is je adem. Dat is een lekker gevoel. Hè? We gaan nog eentje nemen. En dan gaat dat zich verder ontwikkelen. Dan gaat het verder schemel meer. Zit je in Zuid-Afrika. Ja, het zijn andere gevaren. Coke kan de bloedvaatjes beschadigen in de hersens. Okay. Dus kan je ook wat sneller aftakelen. Hè? Je kan een kleine herseninfarctje ontwikkelen. Dat gebeurt niet zo vaak, maar het kan wel. Het kan een invloed hebben op je hart. Je bloed gaat omhoog. Er zijn enorm veel gevolgen van het gebruik van cocaïne. Ja, welke gevolgen van drugs heb je om je heen gezien en zijn je het meest bijgebleven? Ja, mensen die op de EHBO kwamen, volledig in coma, onder invloed van alcohol. En natuurlijk de andere gevolgen van alcohol. Is het de auto-ongevallen, de ongelukken, van de trap vallen, je nek breken. Ja. Dus dat is een hele ernstige gevolg van ja, dat heb je met cocaïne weer niet. Er komen dus zat mensen wegens drugsgebruik het ziekenhuis in.
Maar in de andere vleugel van het ziekenhuis worden ook weer mensen geholpen met drugs. Klopt. En die drugs die, waar ze mee geholpen zijn, die zijn heel erg goed bestudeerd in het verleden. Er zijn enorm langdurige studies aan vooraf gegaan. Duizenden mensen zijn daarvoor proefkonijn geweest, uiteraard vrijwillig. Ja, dat snap ik. Waaruit gebleken is dat die drugs effectief zijn. Maar dan nog zijn daar drugs, bijvoorbeeld slaapmedicatie, die overmatig veel wordt gebruikt voor sommige mensen. Dus dat is ook dat een bestaande drug die voorgeschreven wordt door de arts, kan ook weer een verslaving geven. Welke drugs die ook bijvoorbeeld op straat verkocht wordt, wordt ingezet voor herstel in het ziekenhuis? Cannabis is in verschillende delen van de wereld goedgekeurd voor de behandeling van Gilles de la Tourette, dat is een tikstoornis, voor de behandeling van pijn bij multiple sclerose of andere chronische pijn bij kanker. Dus dat heeft een zeer positief effect. Mensen gaan er niet high van zijn omdat ze gecontroleerde hoeveelheden krijgen die netjes gedoseerd zijn. Dus met op straat gebruik weet je niet welke dosering je binnenkrijgt. Nee. MDMA, nog niet goedgekeurd, heeft getoond dat dat een positief effect heeft op mensen met posttraumatische stressdisorder, hè, met depressie. Dus daar is een positief effect van te vinden. Ketamine in lage doses, ook gecontroleerd, kan ook een effect hebben bij mensen met psychiatrische stoornissen. Je specialiseert je in de ziekte Parkinson. Worden daar ook drugs voor ingezet? Nou, wel heel interessant, want Parkinson is een beetje de tegenhanger van wat je ziet bij het gebruik van cocaïne. Bij Parkinson is het dopamine systeem verlaagd. Ja. Waarbij mensen veel trager zijn, rustiger. Maar geven ze medicatie om die dopamine weer aan te vullen, omdat ze daar weer motorisch beter worden, kan je ze soms geestelijk ook een beetje in de war brengen. Dus die mensen kunnen soms ook verslaafd worden door de medicatie die je geeft. Ja. En dan is het niet zozeer een middelenverslaving, maar eerder een verslaving van gedrag. Bijvoorbeeld gokverslaving. Seksverslaving. Mm. En allemaal verslavingen die gepubliceerd zijn geweest en die zijn gezien bij patiënten met de ziekte van Parkinson. Wat helemaal nieuw en opkomend is, is dat mensen nu ineens microdosing gaan doen met drugs. Wat vindt u hiervan? Wellicht niet verslavend, maar wat er gebeurt daar, die kleine doseringen van die stofjes, of het over psilocybine gaat, van paddenstoelen, LSD, die brengen die connecties en de receptoren die op al die celletjes zitten in beweging. Dat verandert allemaal een beetje anders, waardoor de creativiteit van een mens kan verbeteren en ook de concentratie kan verbeteren. Maar dat zou dan toch wel een keer netjes moeten worden bepaald aan de hand van een gecontroleerde studie. Hoe geef jij die educatie nou ook privé, zo professioneel? Professioneel zie ik de patiënten die voorgeschreven drugs zijn voorgeschreven. Ik ga altijd met hun een gesprek aan van weet je waarom je zo lang die medicatie moet nemen en is het wel nodig. Ik vraag over hun privéleven druggebruik. Er komt altijd ter sprake en ik vind dat iedereen ook dat moet gaan vermelden. En de meeste patiënten zijn ook heel open over. Die zitten dan met de professionele arts. En daar voelen ze zich vertrouwd bij en meestal zijn ze heel open over hun gebruik. Privé, ja, ben ik met mezelf bezig. Ik hou van een glas wijn. En dat zijn er soms niet altijd maar één of twee, dat zijn er soms wel vier of vijf. Ja. Hoe moet je jezelf educeren? Ja, dan moet je maar continu met tegen jezelf praten van, en ook tegen een ander. Maar ik ga niet de ander in mijn privéleven, ga ik niet de ander zeggen, nee. Zou je dat dan wel doen? Tenzij ik iemand zie die echt naar het onder gaat, dan wil ik daar wel mijn hulp aanbieden. Chris, heel erg bedankt voor het mooie gesprek. Graag gedaan. Ja, en jij heel veel succes. En als je nog hulp nodig hebt, ik denk dat je het zelf kan doen nu. Controleer dit orgaantje wat binnenin zit. Hij zit hier. Ergens helemaal binnen, heel diep, heel in de diepte zit hij. Komt goed. Controleer het. You can do it. Dankjewel. Ja. Bye. Vriendinnen, het was weer een educatieve ochtend. Ik vond het een heel fijn gesprek en ik vind het toch mooi om te zien dat dokter Van der Linden het niet helemaal afkeurt, dus gebruikt en zelfs voorstander is van legalisatie. Ciao.